sowieso de grap niet maken. Nee. Ik denk dat ik toch maar weer moet gaan editen morgen. Ja. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is inmiddels 6 uur en ik zit met Roos in de auto en we gaan naar Maria Alm. Ik wil zeggen Oostenrijk, maar Maria Alm is ook goed. Ja, we zitten nu bij het meer, dus we zijn pas 10 minuten onderweg. We zijn er bijna. Ja, als jij gaat slapen, dan ben je er bijna. Dus hij zegt nu estimated time of arrival 3 uur. Maar ik denk dat het toch wel 5 uur of 6 uur gaat worden. Want ik verwacht nog wel wat verkeer. En ik moet natuurlijk tanken en plassen. Ja, ik denk dat vooral. Oh, wat is er aan de hand? Nou, het brandstofpeil is een beetje laag. En het duurt echt mega lang voordat ik bij een tankstation kom. En ik had hem net nog weg kunnen klikken. Wow, sorry. maar ik had hem niet meer wegklikken. Dus nu net ging hij ook nog piepen. Ja. Word je daar een beetje zenuwachtig van? En hoeveel gaat dit grapje ons kosten? Of jou kosten? 70 euro. 50 liter gaat dit. Ik heb serieus 1 op 9 gereden. Annemiel heeft gisteren de zak snoep opgegeten. Waardoor ik nu geen snoepjes heb. Ik weet nog niet wat ik zal nemen. De vlog aan het editen. Ja. En hier buiten was het opeens heel erg mooi. Dus toen moest ik even. Ja, toen moest ik even op pauze zetten. En dat doe je met spatie. Oké, okay. Thanks, Roos. Ja, weer wat geleerd. De zon schijnt eindelijk, geen regen meer. Yay! Wij zijn we nu halverwege ongeveer. Dus ja? 500 kilometer. Ik denk inderdaad dat we halverwege zijn. Ja. Halfway point! Yay! Wifi doet het best prima. Hij stond net nog, toen ik begon, op 40 minuten. Ik ben nog geen minuut bezig en hij staat op 19 minuten. En op 5%. Dus is de wifi uit de auto. Ja, wifi uit de auto. Ideaal! Oh nee, de snelheid gaat alweer omlaag. Ja, maar dat komt omdat er een voorganger is. Ja! We waren even aan het kijken hoe snel de auto komt. Want... ja, maar toen moest de auto tussen. Ja. En dit was een echt stukje waar dat op komt. Ja, want het was... is ook echt een nummer dat erbij hoort. Ja. Maar ik ga niet in de camera kijken, want ik focus op de weg. Ja. Best mee, ben. Ik kan gewoon achter de nummer uitkijken. Oh ja, er had nog wel wat bijgekund er, Ann. Ja. Ik zie nog gaten liggen. Goeie laadruimte van de auto. Ja. Het klinkt dus zo gesplotterd. Goeie laadruimte van de auto. Het ging goed totdat jij er mee ging bemoeien. Dat ik er mee ging bemoeien. Oké, ik hou hem vast alweer. Maar ik vraag me dan af, kan hij dan echt niet hard... Ann, kan je de weg niet vinden? Nee. Dit is toch duidelijk de Burger King waar we stonden. Ik trakteer. Trakteer jij? Ja, ik trakteer. Op een, op een McChicken. Wat heb je gehaald? Dat was gewoon trakteerd. Ja. Op een... McChicken. Oh, het is wel echt een ander broodje geworden. Ja, het is een hele ander. Maar hij ziet er wel hetzelfde uit. Hij is alleen langwerpig. Een knusprig paneerd. Oef. En nog een McChicken. Yay. We zien bergen. Yay. En we zien ook auto's voor ons. Ja, het is een beetje druk hier. Waarom staan al die mensen daar op die baan? Gaat hij verder? Ja. 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 Ik wil even zeggen dat ik je jas erg leuk vind. Dankjewel, Roos. Jouw jas ook erg leuk. Gelukkig. Maar gaat goed? Ja, we moeten nog iets van 2 uur rijden als dit niet al te veel file blijft zijn. En we luisteren naar mijn favorites playlist. Die ben ik 2 jaar geleden gestart. Inmiddels staan denk ik iets van 150 nummers in de lijst. En we zitten nu ergens in maart 2015. Dus we zijn er bijna doorheen. Woehoe. Ik heb gewoon al 150, bijna 150 nummers geluisterd. Ja, dat is best veel.
Oostenrijk. Roos had één taak. Het woordje Oostenrijk filmen. Niet gelukt. Niet gelukt. Maar ja, we rijden nu echt in één lange slinger achter alleen maar Nederlanders. Ja. Ja. Er zit één iemand achter ons, is dat ook toevallig een Nederlander? Ja, is een Nederlander. We zijn gearriveerd. Roos is even haar huishoudelijke gen aan het tentoonstellen. Ze heeft besloten dat we dit keer het netjes gaan houden en is nu alles aan het opruimen. Ook mijn kleding dus. Het is onze kamer. Bed. Heel groot gelukkig. Hoef ik Roos vanavond niet aan te raken. Uitzicht. En badkamer. Jof, kan je Bumper even voorstellen? Dit is Bumper Sonk. Dit is Bumper. Een hond. Huh? Hij is een boemer. Hij is 4 maanden oud. Bumpy, kijk eens. Kan jij Roos ook een boot geven? Geeft hij mij? Nee, we alleen maar mijn hand struppelen. Zit? Boot. Boot? High five. High five. Ja. Oh. Ik denk dat ik het niet meer moet zeggen. Pootje. Pootje? Wil je pootje? Pootje? Ja! Hij heeft Cross een pootje. Yay! Nou mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Anne Merel en naast mij zit Roos. In de achtergrond zien we mama. Nee. En shout. Het is inmiddels 9 uur. Ik heb het idee dat ik niet echt heel goed heb uitgelegd waar we zijn. We zijn dus in Maria Alm bij Appartel Ostertor. Bij Kaat, Jof en Daniel. En Jof heeft dus een nieuw hondje, dat hebben jullie kunnen zien. Bumper. Hij heeft een poot aan Roos gegeven. Ik ben eigenlijk heel erg bang voor honden. Maar ik moet zeggen dat het best wel goed gaat. Maar deze is ook echt mega schattig. Hij is banger voor mij dan dat ik bang voor hem ben. Hij is ook zo. Hij is eigenlijk best wel schattig. Ja. Ik denk dat mama heel jaloers is nu op ons. Ja. Die wil heel graag een Bumper. En jullie hebben ook nog Julie gezien. En Julie is het weekenddochter van Kaat. Die is 6 Vlaams en zij skiet voor België. En ze zit hier op het ski-internaat. En ja, dat was onze avond. Een beetje. Het is nu dus 9 uur. Ik ga deze video even editen. En dan ga ik slapen. En dan gaan we morgen skiën. Finally. Oké. Dan ga ik slapen. Nee, video editen. En jij ging schaatsen kijken. Dankjewel voor het kijken. En we zien jullie morgen weer. Doei!